De brand bij kinderdagverblijf het voortvarend scheepje aan de Schavendijkwal in Rotterdam is aangestoken. Dat is vastgesteld met behulp van diensthonden die gespecialiseerd zijn in het opsporen van brandversnellende middelen. De recherche zoekt mensen die iets verdachts hebben gezien in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 mei. In de Dordtse wijk Stadspolders hebben onverlaten vannacht huis gehouden met spuitbussen met verf. Muren en ramen van zeker 5 huizen zijn beklad en er zijn ongeveer 10 auto's ondergespoten. Daarnaast zijn ook tunnels, een bruggetje, speeltoestellen en een kunstwerk beklad. De politie onderzoekt de vernielingen. Waterschappen voeren extra controles uit op veenkades. Door de droogte kunnen deze schade hebben opgelopen, zoals verzakking of scheuren. De komende dagen worden in de regio tientallen kilometers onder de loep genomen. Ja, vandaag begint de dag met bewolking, misschien zelfs wel een spatje regen. Maar, ja, zeg maar vanmiddag vooral dan van het westen uit. Ja, wordt het zelfs redelijk zonnig bij temperaturen van ongeveer 17 graden en een matige westenwind.